Als we het hebben over de seksuele oriëntatie, dan hebben we het erover tot wie jij je seksueel aangetrokken voelt. Nou, het kan zijn dat jij je aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht of gender. Het kan zijn dat je je aangetrokken voelt tot iemand van het andere geslacht of gender. Maar het kan ook zijn dat jij je zowel tot mannen als tot vrouwen aangetrokken voelt. Nou, als dit het geval is, dan hebben we het over biseksualiteit. Een biseksuele seksuele oriëntatie houdt dus in dat jij je zowel tot mannen als tot vrouwen aangetrokken kan voelen.